Hallo. Hey. Dit is voor jouw kanaal. Oké. Dus, hallo. Welkom op mijn kanaal. Geen idee. Ik ben een video met Milan aan het maken. En we gaan reageren op een compilatie van dingen die wij samen voor Kingdom gemaakt hebben. Als jullie nog een leuke video willen zien, ik weet niet of die tegelijk geüpload gaat worden, een beetje. Maar jij reageert ook op iets, hè? Ja, ik ga de in real life video's. Oh god, dat was met onze oranje en roze pakjes en gekke zonnebrillen en zo. Heel linkje in de beschrijving. Ik ben heel benieuwd wat jouw editor voor ons voorbereid heeft, man. Ik ook. Zullen we gaan kijken? Ja, dat is goed. Dit gaat allemaal over Minecraft Kingdom. Dus. Ja. Voor de mensen die niet weten wat Kingdom is, jij kan het heel goed uitleggen. Oh ja, Minecraft rollenspel voor volwassenen. Heel cringe. Right, there we go. Oké, daar gaan we. Ben jij? Ja, dit is King. Heb je dat zelf gezongen? Nee, hè? Nee. Dit is gemaakt door die Manny. Ah ja. Ja, Manny, ja. Hoe heet die? Strauven, of heet hij zelf? Ik. Zelf met een gitaar zit ja, daar heeft hij zelf lopen pingelen. Ik heb ook geen idee hoe of wat. Nee. Maar wat dacht jij toen dit nummer eerst uitkwam? Hoeveel views heeft dit nu? Wat dacht jij toen? Als ik dacht, ik moet ook iets met muziek doen naar Kingdom. Jij, wat de grap is, heel veel mensen denken, oké, dit is echt de breker van 2023. Ja. Heel veel mensen zeggen dat ik de Kingdom bedacht. Ik ga eens iets anders vertellen. Jij hebt toch de Kingdom bedacht? Ik heb de Kingdom bedacht. Ja. Het was eigenlijk een survival serie, daar begon het. En op een gegeven moment zei ik van, hey, kom ook een keer. Toen ben jij ergens anders gaan survivalen. En toen ben jij, voordat ik het Entropia noemde, toen heb jij gezegd, dit heet Malino. Jij bent de persoon die eerst landjes bedacht heeft. Oh. Jij bent de persoon die als allereerste een storyline maakte met ik ben een goblin. Ik denk, oh fuck, dan ben ik een koning. Oh, paniek. Oh, jij was de eerste die roleplay video's met die boys maakte. Met Freddy en al die andere jongens. Ja, en daar spannende muziek achter zette als er wat gebeurde. Ik was de tweede die dat deed. Oh, ik wist dus ik heb jarenlang heb ik de credits van Kingdom heb ik genomen. Van, ja, nee, dat heb ik bedacht. Ja, gewoon zeker weten. En natuurlijk moest jij ook als allereerste met een Kingdom song komen. Ja, maar dat is omdat ik muziek gewoon heel leuk vind. Ja, ik deed toen die parodies altijd. Dat klopt. Dus en toen was het voor mij de overstap van parodie naar zo'n Kingdom Malino song om te representeren wie ik ben en wat ik ben in het verhaal. Ja. Dat vond ik dan extra vet. Maar dit is hoe lang geleden? Jeetje, hoe lang is het geleden? Misschien nog wel een beetje meezingen. Ja, precies. Kingdom Malino, sterkst van allemaal. Met zijn goblins aan zijn zijde zal hij alles en iedereen verslaan. Angst, haat, dood en bedrog. Nou, maar ik vind het best knap dat je dat weet. Ik weet niet hoe oud het is. Zal ik eens kijken? Kingdom Malino. 9 jaar geleden, 1,5 miljoen weergaan. 1,5 miljoen? Ja, 9 jaar geleden. 8 maart 2013. 2013, ja. Jeetje. En check nou eens even voor de zekerheid wanneer de Kingdom Rap 1 is. Dat moet hierna zijn namelijk. Kingdom Rap 1? Ja, die met Mitchell. Oké, check hem. Deze? Ja. Welke datum is dat? 22 maart. Wat was die van mij ook alweer? 8 maart. Jij was elke keer als eerste. We gaan het nou niet opzoeken, maar ook als je roleplay-series zag bekijken. Jij was de eerste die de roleplay deed met die boys. Jij was de eerste die spannende muziek deed met een cliffhanger. Oh, ik weet Ik was tweede. Oh, ik weet dat dus bedankt niet voor mijn halve YouTube-carrière. Yes. Thank you. Maar je had de volgende volgens mij. Ja, dat was Kingdom, de Kingdom Rap. Ja. Ik heb er heel lang niet meer voor. Vanaf vandaag is er niemand anders meer dan mij. Ja, dit vond, moet je voorstellen dat je 11 jaar bent. Hoe gaat hij ook weer? Ja, gaat hij? Alles over! Vanaf vandaag is er niemand anders meer dan mij. Oh ja, ei. We zijn al goed, dus het liedje is nog goed voor ze. Oké, fuck the storyline. Lekker jongen? Ja, ik kan me dit weer herinneren. Wat het leuke is, je moet je voorstellen dat je 11 jaar was. En dat je al helemaal fan was van David en Malino en noem maar op. En dat er dan zo'n nummer kwam. En toen hadden ze nog volgens mij niet allemaal mobieltjes waarop ze dat op school konden bekijken. Denk het net niet. Nog niet. Hè. Niet makkelijk. Ik had zeg Blackberry, maar. Dus nee. Nee, totaal niet. Dus dan ging je naar huis, hoopte dat er een nieuwe Kingdom was. Ja. En toen stond dit online. Holy shit. Ja, dat was echt episch. Holy dat shit. Dat was echt episch. Dan ben je 12 jaar chips vretend alles. En dan zie je dit en denk je, oh,
Oh, like it. Ik wil ook in de Kingdom, maar dat mocht nooit. Nee, iedereen wou de Kingdom Joy. Voor heel veel mensen. Ja, dit is historie, man. En, wel grappig, Mitchell wordt nog steeds gezien natuurlijk als de man die de Kingdom Raps maakt. Daarna heb ik Daryl in Senior gehad, die 2 en 3 heeft gemaakt. En nog steeds denken mensen dat Mitchell ze allemaal gemaakt heeft. Oh, echt waar, ja? Heel weird, maar dat ga ik binnenkort rechtzetten, want ik ga een Kingdom Rap 4 aankomen. Aflevering. Ik kan dit niet horen, maar vertel wat er gebeurt. Okay. Ja. Van hier. Dus die Mattie van jou, die heeft contacten met mensen uit de onderwereld. Wie praat er? Dat ben jij. Ja. Praat jij. Doe eens terug. In plaats van Koning Malino is het die Mattie van jou. Ja, die heeft contacten. En Isaac, die kende hem op een of andere manier. Dus die Mattie van jou, heeft contacten met mensen uit de onderwereld. Sommige mensen denken waarschijnlijk dat vroeger de roleplay on point was en dat het altijd klopte. Maar we zeiden gewoon van, holy shit man. Of die Mattie van jou, die moet even opfokken. En... Zo slecht. Maar dit was mijn aflevering, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik had al zo'n mapje. Letterlijk, er zit zo'n mapje daar in de hoek. Ja, maar dit is fucking lelijk. Dit is de John Smith texture pack. Dat klopt. Dat weet ik nog toe. Wel, wil je verder luisteren? Oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, ik, wat jij zei over overnemen. Ja. Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt, David. Ik zou dat nooit doen. Ik bedoel, het gaat over dat jij het zou overnemen. Mijn beste vriend. Ja, je bent toch de beste alliantie die ik heb. Waarom zou ik iets überhaupt willen overnemen? En Tropia is veel te mooi, veel te ver boven de grond. Weet ik ook niet. Het is totaal niet wat ik zoek. Nee. Is dat niet gewoon de fout in de licht? Of in mijn videokaart? Ja. Nee, dit is bliksem, 100%. Ja? Ja. Dit is bliksem. Dus iemand doet nou boven bliksem deze. Waarschijnlijk hebben we gezegd van, oh weet je wat een vet effect is? Nou, wacht even, ga zitten. Let op, hier heb je... Heb je stok? Typ even in /PT/lightning. Ja, en ja, hoe vaak moet ik dat dan doen? Nou. Ja, doe maar ook 2 seconden. Nou. Doe maar wat. Waarschijnlijk zit je ook mee te luisteren bij ons op Discord of T-speaker. Ja, dat gebeurt wel heel vaak. Oh nee, dat kan echt niet. Ja, want hier staat hier nog iets? Nee, hè? Nee, het was gewoon sier. Ja. Beetje trammeland met hem. Beetje gedoe. Hij is niet meer... ik weet niet waar die is. Je weet niet waar iemand is, basically, zeg je. We zochten iemand. We zochten iemand en ik gaf jou de schuld dat jij de onderwereld zou overnemen. Hoe durf je? Ja, was dat niet de Empire? Ja, de onderwereld was Empire. Of het was Dutch Terms natuurlijk, hè? Gaan we verder kijken. Oké, dat is dus mooi kloten. Koning Milan. Dat is dus Koning Joris die gewoon weg is. Milan. Maar kijk hoeveel mensen... Dat is niet mijn schuld. Hoe heb je dat laten gebeuren, Edgar? Dat is niet mijn schuld. Wat is met hem? Ravasha. Ja, wat is het met hem? Ik woon in Kamerik, right? En ik had toen al een redelijk team. Weet je nog dat wij in Kamerik een keer een 12 uur durende stream gedaan hadden? Samen? Nee. Nee. Hadden we een of andere nieuwe game mode of zo. En toen heb ik gezegd, oh, ik wil 12 uur streamen. Zei, oh, dan blijf ik lekker slapen. Dus hebben we dat samen gedaan. Anders had ik het ook niet vol kunnen houden. Oké, ja, dat weet ik niet meer. In dat huis, hij was admin toen bij mij. Dus echt iemand met de meeste permissies op een server, zeg maar. Ja. En is hij ook een keer langsgekomen, is een middagje geweest. En hij had al het probleem met zijn laptop. Waardoor hij heel moeilijk texture packs kon inladen en weet ik wat allemaal. Het was niet alleen op Kingdom, hè. Hij was echt op de DDG-server was die admin. Nou, dus heb ik gezegd van, joh, ik kan wel even kijken. Dus ik heb rondgebeld. Ik denk Asus of zo. Een of andere vet dure gaming laptop van Alienware. Ik weet het allemaal niet meer. €2.500. Ja. Hadden ze mij gestuurd om te reviewen. Ik brave een reviewtje gedaan, mocht de laptop houden. Top. Ik zeg, Edgar, kom maar langs. Ik heb een... Edgar, Ravasha, ja, Edgar. Ik heb een goede laptop voor je. Ja. Dit is echt een broodje aapvaal in de DDG-community. Dus ik ga hem even een keer rechtzetten. En heeft hij gezegd, oh, superleuk. Hartstikke leuk. Nog fotootjes samen zitten maken. Ik heb hem op de trein gezet. Heeft hij me geblokkeerd op WhatsApp. Heeft hij zijn Minecraft-account verwijderd. Gewoon gone loose. Helemaal niet eens meer gezegd van, ik heb je genaaid. Gewoon klaar. Achteraf hoorde ik dat hij boos was om bepaalde redenen. Niet eens op mij, maar gewoon op de DDG-server. En hij dacht zoiets van, weet je wat, ik ga een laptop meenemen. En dankjewel. Oh, hij wilde nog even iets kapen. Oh. En dat is het verhaal van Ravasha. Ah, en op de dag van vandaag weet je nog steeds niet waar hij nu is. Nou ja, nee, boeit me ook niet. Want ik ben er nooit echt... Ik heb er nooit werk van gemaakt. Maar dit is gewoon weird. Karma is een bitch, man. Denk je? Ja, zijn shit. Denk je dat hij binnenkort dat zijn nieuwe laptop gewoon een keer... Ja, joh, hij raakt al zijn bestanden raakt hij dan kwijt. En dan denkt hij, oh, had ik maar niet die laptop gehad. Of hij heeft echt een ooglapje. Of hij is nu echt een eenhoofdvlint. Ja. Je weet het niet. Ja. Maar het wordt hem in ieder geval gegeven. Ga jij maar even kijken. Oh, want dit was dus het niveau van de afleveringen naar rond aflevering 50 of zo. Staat dit, nee, wie schuld is er dan wel? Iemand gaat die verboeten? Deze. Yes. Nee, deze. Helemaal niet. Nou je erover nadenkt, inderdaad. Jij hebt gewoon Isaac heb jij gewoon laten gaan. Oh, als hij erbij was, dan was het geen enkel probleem geweest. Het is gewoon jouw schuld.
Doe eens normaal. Isaac, die ging er zelf vandoor. Dat was niet mijn keuze. Ja, dat zeg jij. Je hoort, ik hoor mijn mic. Omdat je moet één kant van de mic praten en ik had hem omgedraaid. Dus je hoorde bij mij een soort van echo-achtig iets. Ik kan me nog wel herinneren dat van heel veel audio ik dat achteraf wel moest fixen. Want je had toen... Kijk, nu hebben de meeste mensen iets als dit. Bijna hetzelfde als wat ik heb, zeg maar. Ja. Toen hadden sommige mensen hadden een headset met zo'n dingetje eraan. Oh ja, anderen klopt, hadden echt een vet professionele setup. En anderen hadden inderdaad zo'n Blue Yeti ding van €50. Ja. En dan deden 8 mensen mee. Die wil niet weten hoeveel audiolines ik in eerdere afleveringen heb moeten opknippen. Om de ene wat bas omhoog te gooien, de andere het volume. Ja. En dan gingen mensen door elkaar praten. Het was echt een drama. Ruisonderdrukking heel veel. Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ik heb jou wel eens gevraagd om even een audiolijntje te fixen. Weet je nog onze eerste... Kerst met de Community song, 2012 of zo, 13. Nee, weet ik niet meer. Maakt niet uit, is maar 2 miljoen keer bekeken. Is helemaal niet erg. Maar de meest succesvolle video ooit. Maar daar heb jij ook aan meegedaan. En heel veel mensen hebben daar aan meegedaan. En die heb jij op een gegeven moment maar geëdit met audio. Want het was echt niet te doen. Ik deed dat in Cool Edit Pro, dat weet ik nog wel. Je deed het nog best audio. Goed. Audio deed ik in Cool Edit Pro. Je deed het nog best goed. Dankjewel. Ja. Gaan we nog meer doen? Of is dit de laatste Weet aflevering? Ik niet, ik weet het niet. Ik zal even... Ja, je zat hier op mijn troon. Ik geloof er gewoon eenmaal heen. Nee, doe eens normaal. David, hoe kunnen jullie... Hoe kan je mij hier de schuld van geven? Dat weet ik ook nog wel. Wij hadden dan iets bedacht. Ja. Zo ging het een beetje. Tenminste, wat ik nog kan herinneren. Wij hadden dan iets bedacht. Zo van, oké, wij gaan nu boos worden om dit onderwerp. Ja. En om deze reden. En zo moet het ongeveer eindigen. En zo moet het eindigen, inderdaad. Maar geen woord gescript. Wat gaat er tussenin? Weet ik niet. Weet ik niet. Vaak gingen we de hele tijd heen en weer. Om bij een einde te komen. Ja, en om zo lang mogelijk het uit te breiden. Dat we wel een video van 10, 15 minuten hadden. Juist. Want heel vaak hadden we moeten de video niet 3 minuten maken, want dat is saai. Nee. Dus als we nou 3 minuten lang eerst gaan kabbelen en kibbelen en kutten op elkaar, dan hebben we in ieder geval 6 minuten. Oh, dat is chill. Dat is ook in heel van die afleveringen voor aflevering 100, want daar zitten we gegarandeerd, zie je ook dat soms de helft van de aflevering nergens over gaat. Klopt. Er is geen mooie cinematic intro. Het gaat helemaal, we hebben het over echt van alles en nog wat. Ja, omdat we niet wisten hoe we verder epischer konden maar maken. Maar iedereen die zal zeggen Kingdom 1 tot en met 100, dat was echt als meer. Ja, het is absurd. Wel, totdat je het echt zou terugkijken. Ja, like, kut. Oh, ik weet het niet. Hey, dat is Reve, inderdaad. Dat is je vrouw. En Kai, what the fuck? Wat gaan die doen? Ja. De draken van Bovisti. De draken van Bovisti, hoor ik. Dat was het einde. Ja, dat was het einde. Fucking hell. Wat, jij vroeg het aan mij in een podcast die nog online komt, denk ik. Met hoe kijk jij terug op Kingdom? Ja. Want ik heb natuurlijk van iedereen samen met Samal trouwens, heb ik het langst gedaan, 150 afleveringen. Jij hebt er 70 gedaan. 100. 100 ook wel. Ja, ik heb de 100ste aflevering geüpload. Sick, dat was toen 2 minuten of zo. Ja, maar jij hebt ook echt alles in anderhalf jaar gedaan. Of ja, zo. Ja, kort. Ja. Hoe kijk jij terug op Kingdom? Maar dat draait deze video toch een beetje op. Ik vond het een van de leukste roleplay dingen die er zijn. Je hebt nu de GTA roleplay wat helemaal popping is. Ja. En dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dat voelt toch anders dan een Minecraft roleplay of zo. Wat ik vooral leuk vond aan Minecraft Kingdom is dat ik had toen die berg gebouwd en naar beneden gegraven tot het maximaal van het map. Dat kan en nu wees oneindig. Eerlijk, daar heb je die echt dagen, weken ingezet. Juist. Heb dat was echt zelf leuk. Gemaakt. 8 mensen, 9 mensen, constant, niet in creative, alles in survival. En dat was heel erg teambonding. Dus ik kijk terug op een periode met fucking veel vriendschappen. Super veel uren samen doornemen. Maar dan kun je geen video's toevallig maken, ook nog want je content. Moet dat voorbereiden. Ja, maar de content kwam eromheen eigenlijk een beetje. Ja, want het was, je bouwt iets. Oh, nu kunnen we hier een video van maken. En dan bouw je weer iets 3 dagen. Oh, nu kunnen we hier een video van maken. Maar die video mag niet te lang duren, want... We zijn alweer met een nieuw project bezig. Dus het was wel de hele tijd dat je doorging. En dat was superleuk. Ja, en ik ben natuurlijk gestopt, heb ik gezegd ook in die podcast. Kleine spoiler alvast, omdat het op een gegeven moment de eisen en het er naartoe moeten werken. De druk, de stress, dat werd me een beetje te veel. Had geen groter, zin in. Het is vet. Ja, dat ik er echt tegenop begon te kijken. Waarom ben jij gestopt? Ik ben gestopt omdat, volgens mij viel mijn team uit elkaar. Oh. Al die spelers. Rutga en Frans, Siracer heette die. En Goldioff, die gingen toen weg. Gingen allemaal League spelen. Ja, League of Legends inderdaad, voornamelijk. Maar die gingen ook ging studeren. En mijn team viel langzaam uit elkaar. Waardoor ik geen mensen meer had om op te nemen. Jammer. En ik wilde geen nieuwe mensen erbij. Omdat... Dat werkt ook niet. Je hebt een vaste goblin en dat moet dan die goblin zijn. En... Misschien had het ook gewoon zo moeten zijn. Want anders hadden we het proberen uit te melken. En het was een hoogtepunt. Ja.
Want ik stond op 99 en toen dacht ik, nu stop ik. Dat is zeker waar. Ja, het ook komt nog 100. 102, 300.000 weergaven op zulke video's. Hè? Ja, sommige insane, wel, ja. Insane. Ja, dat was echt niet normaal. Ik vond het lachen om dat even terug te bekijken, man. Ik ook. Ik moest zeggen, soms stiekem, jij zei, oh, dit heb ik al heel lang niet gezien. Ik denk dat Kino Molino ook al 5 jaar niet gezien heb. Nee. En soms klik ik het gewoon eens een keer aan, als het een keer in, en denk ik, oh ja, frek, het is er ook nog. Echt? Maar ik vond, jawel, jawel. Ik echt niet. Ik wel. Ik vind het oprecht leuk om dingen. Ik heb letterlijk, gisteren heb ik nog deel van mij van Mitch getweet. Oh my god. Ik vind dat leuk om daar gewoon af en toe een keer naar te gaan kijken. Oh ja, dat is M.I. Deal. En Mr. A. Mitch, denk ik. Maar daar heb je hem. Yeah. Oh ja, ja, ja. Had jij die niet gefilmd ook? Nee, dat heb ik niet. Ik heb dat niet gefilmd. Dat heeft Ali gedaan. Ali en Sasha. Maar, dat herken je wel. Dit is bij mij, dit is in mijn huis. Ja, ja. Een gegeven moment zie je een stukje in mijn schuurtje. Dat is bij Quintus, bij die school. Ja. Dus het is allemaal wel rondom mijn huis gefilmd inderdaad. Ja, dit was inderdaad bij jou. Vond ik fucking stoer. Ja. Echt iemand die een videoclip ging maken in mijn huis. Ja. Ziek, man. Ja, okay. Wat een tijd, man. Ik vond het in ieder geval leuk. En ja, jongens, ik zeg het wel vaker aan het einde van mijn video's. Je hoeft niet te abonneren. Het helpt toch geen flikker. Maar hou me op de social media in de gaten. En kom af en toe gewoon een keer kijken op Dus David Games, als ik wat nieuws geüpload heb. Ja, en join zo'n Minecraft server, joh. Ja, toen is je moeilijk, man. Ja, we hebben ook Kingdom en zo. Dat is misschien allemaal zonder Koning Molino en Icecheck. En mijn Topia. Ja, maar dat is hartstikke leuk. Nou, ik vond het leuk. Dankjewel voor het meedoen, maat. Ook. En later, mensen. Rustig aan.